Hallo allemaal, leuk dat je allemaal weer kijken. Mijn naam is Victor, achter de camera zit Gerrit en wij zijn vandaag in Hannover bij de Agritechnica 2015. Het leuke van zijn beurs is natuurlijk om niet de John Deere en de fans te laten zien, maar juist de merken waar je toch straal voorbij loopt. Nou, hebben we eigenlijk een merk gevonden, dus Max. Wat valt je nou op, Gerrit? Hoe zei je het ook alweer? Wat was het e-mailadres, hè? Ja. XGMA Rennlands BV uit Asten. En er staat een e-mailadres en een Chinese naam. En het heet Kniklader. Zit erop. Dus voor mij, een Chinees kan geen Kniklader bedacht hebben, denk ik. Wel, Gerrit. Mijn Chinees is ook niet meer wat het geweest is, maar ik geloof dat Kniklader niet in het woordenboek van China voorkomt. Dat denk ik ook niet. Dat denk ik ook niet. Even. Maar er is ons uitgelegd hoe de vork in de steel zit. Het zijn Europese componenten, die hebben ze gewoon op de boot gezet naar China. En die zijn ze daar aan elkaar gezet. En dan vervolgens komen we dit uitgerold. En terug de boot naar Nederland. En dan heb je het. Want even een puntje afwerken natuurlijk. Hè. Daar kijk ik altijd naar, want Chinezen die kunnen niet zoveel. Dat denken wij dan. Maar, even laswerk. Gewoon recht toe, recht aan en, ja, en geen raar plastic gebeuren. Ik zou net zeggen, er zit best wel veel ijzer aan. Dus, hartstikke ijzer. Leuk, ja, eigenlijk zo'n beurs gewoon overal een beetje aan zitten. Ja. Ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd naar de prijs eigenlijk van deze machine. Of de richtprijs eigenlijk. Even vragen. Qua prijzen doen we best goed mee, want het was tussen de 18.000 en 26.000 euro. Dus op zich veel voor weinig, zeg maar. Victor, denk jij überhaupt dat jij zo'n touwtje door de midden kan trekken? Ik met mijn blote handen. Ja, met je blote met handen. Blote handen. Ja, met je blote handen. Zo. Nog eentje. Zo. Ja, en dus niet je duimen breken. Zo. Zo, Victor. Nou gaat het lukken, hè? Victor, gewoon denken dat je kunt en dan tjaka! Victor, probeer maar. Ik dacht dat jij keren was, Victor. Ik ben ook niet. Goed kijken, Victor. Ja? Goed kijken. Ja. Kijken! Ja, daar staat Victor te kijken. Nou ja. Ik deed iets anders dan dat jij deed. Jij zei geen tjaka. Victor. Hoe deed je dan? Ja. Beet pakken, door de midden trekken. Dat heb ik gedaan. Hier. Dus ik wil het horen, hè? Dat ik land. Nee, tjaka! Dan laat ik daar echt niet van los, hoor. Dat denk ik wel. Dat denk ik echt niet. Ah, absoluut. Je hebt het natuurlijk ook idee. Ik hoor niks. Ja, Victor. Dat slaat ik nergens op. Ja, tuurlijk. Nee, dat slaat ik nergens op. Goed. Ja. Dat is gewoon zo goed. Echt geloven dat ik kan. En ik wil gewoon die schreeuw horen. Tjaka. Want ik kan het. Tjaka. Succes. Ja. Tjaka. Heer. Ik weet niet of we samen erop komen, maar je bent weer mijn vriend. Want ik bedoel, je hebt gewoon naar mij geluisterd. Tjaka en het gebeurde. Nou, ben je ook op de Agritechnica geweest? Geef het filmpje even een dikke duim en een reactie hieronder. Ik zou zeggen, tot volgende week. En kan toen nog steeds niet onthouden. XGMA. XGMA. Ja, YMCA, alleen een ander, zeg maar. Ja. Heel goed.